Nog geen goed nieuws voor fietsers op de Venlose Weg. Een alternatieve fietsroute die vanaf de Slaghuisstraat naar het viaduct van de Venlose Weg zou gaan lopen, heeft vertraging opgelopen. Het nieuwe fietspad moet weer gemaakt op het terrein van de gemeentewerf. Het moet ook de route weren voor fietsers die naar Leven willen. De noodzaak voor het nieuwe fietspad is hoog, want fietsen op de Venlose Weg is niet bepaald een pretje. Toch verwacht de gemeente nu dat pas in het najaar van 2017 het nieuwe fietspad langs het spoor in gebruik kan worden genomen. Het is dus nog anderhalf jaar uitkijken geblazen voor fietsers op de Venlose Weg.